Jongens, weer denk ik vandaag dan gaan we verder met South Park: The Stick of Truth. En vorige keer moest ik een rapport geven aan Randy, wat heel leuke ervaring was. Het was heel bijzonder. Wirehanger, check all, check all. En nu moeten wij dus naar buiten, hier naartoe. Want er gebeurde nazi-zombies. What the hell is that? They're coming. Niet in Duitsland, denkt u! Mathers? Where did you find the alien goo? Broken vials were in the trash can, sir. What could have come into contact with it in the trash can of an abortion clinic? God. Oh my God. It is eaten. Oh shit. Oh my God. I'm here for you, buddy. God damn it. Look at that little fella. Are those little babies sucking blood? We should get this guy to a doctor before it's too late. Het is te laat. Wat? Oh my God, waar moeten we naartoe? Dit ziet er legit uit. Klein probleem, ik weet niet hoe ik er naar boven moet komen. Oh, het moet klein worden, ja, ik zie het al. Ah, nice, putten wordt ook klein. Chill. Kijk, dit is een laddertje. Het is ook een laddertje, soort van, toch? Maar dan moet je tegen een nazi-ratten vechten. Wat dan weer niet chill is. Oh boy, bad guys! Unusually large Nazi zombie rat. Wow. Buddha is ook pittig sterk. Hij heeft in ieder geval dit al, Professor Chaos. Het heeft effect op iedereen. Let's see how you like dealing with me! Is er iemand dood? Ze zijn voor mij. Pardon! Ah, het is spectaculair, maar niet heel, heel krachtig. Nou, had hij dood van het branden. Bam. We won, bitches. Nice. Alright, alright. Kleine ratjes, no problem. They're everywhere! What are they? Man, those little babies are pissed off. Yeah. They're killing us! Jeez, bitch, a holocaust out there. Damn. Whoa, whoa, oppas, hey. The babies are eating my brains! Dit is zo fantastisch, echt. Ik weet het, echt een geweldig spel dit. Wow. Well, I'll take a bullet for you, Commander Douchebag! I guess that wouldn't stop all the other bullets, though, huh? Nice. Oh, natuurlijk moet ik klein zijn en dan kunnen we daar naar boven. Moet u dit? Nee, wacht, ik ga op ons schieten. Moet u niet hebben, hè? Ja. En dan willen we helium hebben. Kijk, dan kunnen we hier komen. Wat hebben we daar aan? Ik weet niet. Oh, er zit hier een granaatje bij. God. God. Really? Nee, dat wil ik niet. Oeps. Ja, je moet dus bijna zeker weten klein te zijn. Ja, zie je hier. Oké. Okay. En dan nu. Weer groot of zo. Wat, hoe, wat, waar, wanneer, waarom.
Oh, wacht, het was... Oh, wauw. En nu hierboven is iets. Goed, ik moet er langs gaan. Wel leuk dat hij nog steeds staak op wil blijven staan. Hier kunnen we ook naar boven iets, toch? En deze zit trouwens wel iets in. Goed, wij lopen. Ja, die schiet ons gewoon gelijk dood. Dat is dus geen optie. Maar wat we dan wel hier moeten doen. Nou, geen idee. Oké, dat is dat. Dan hebben we hier die Pokémon. Maar verder niet echt iets. Jesus Christ! Dus dat is wel een beetje jammer. Dan hebben wij. Zo, die. Die ons hier neer kan zetten. En dan draaien we dit uit. Kijk, prachtig. Dan kan ik het daar neerzetten. Waar wij dus onder andere deze tas gaan looten. En, nee, niet die. Oké, dat moesten we doen. Edifrow. Zo. Oh, nou moeten we scheet laten, ja. Sound off, sergeant. I'd check my drawers if I was you. Nou, niet Drain Shout, moet ik een spel hebben. Oké, zo gaat dat. Nee! Kutbeesten. Jammer. Jammer. Oh, helaas. Wow. Wow, niet kotsen jij. Dat is niet lief. Damn, we hebben echt fucked up veel leven, hé. Wee je. Nou, laten we dit maar eens even... Kut, ik moet alles op één richten. Dat is veel beter. Really close. I remember your glue. Oh, waarom mag jij nog een keer? Zo. Dan gaan we jou er even uithalen. Zo. En dan gaan wij nu jou een potion geven. En dan gaan we een ability doen van deze Jan. Let's see how you like dealing with me! Dead. Chaos Blast. Allemaal golf eraf, nou. You're straight tripping, son. We hebben wel even pose nodig, hé. Ik ga je large niet gebruiken, wat denk jij? Ik pak gewoon een small. Goed, zat. Goed. Deze haal eruit. Healing touch op jezelf dan. Oké, dan niet, hè. Dan niet, hè. Goed, laat jou maar eens eventjes hammer uit. Hamer, hè. Niet echt heel soepel. Maar hey, we kunnen ermee leven. Zo. Ja.
Zou ik jou er nu uitkrijgen of nog niet? Nee, helaas. Maar dan ben je er nu uit. Doei. Yes, level 11 unlocked. Abilities eentje. Laten we... deze. Yes. Hebben wij... God, ik ben in mijn party hebben hoor. Sowieso. Even kijken hoor. Health potion, small. Dat heeft sowieso al eventjes wat effect. Dit vertrouw ik toch niet helemaal. That's it! The area is secure! Code green! It's not secure! Tell all units the outbreak has been contained! It's not contained! What the hell are you talking about? It's not contained! You don't understand! Khloe Kardashian was in here this morning! She had the biggest abortion I've ever seen! Wow. Dude, seriously, I think we fought enough guys already. Wow. Damn. Bijna 10.000, hey. Damn. This thing is huge. I'm gonna do something super killer. Damn. Help eens op, Cartman! Nee, die pap zag ik al van hem! Strength potion. Protect your king! Go. Ground stamp. Geen idee wat dit doet. Bam! Effect? Voor mij bijna niks. Cookies! Oké, go for it. Kamer moet eigenlijk zijn abilities doen, geeft dit er dingen bij. Doe het niet. Go for it. Bam. Come up. Magic missile. Ben ik benieuwd wat dit doet. Magic missile! Damn it. Laten we deze doen. Okay. Let's do this shit. Bam! Bam! Derde eraf! We doen het, we gaan het doen. Zo. Hop! Hop! Bijna halfwege, Cartman is dood. Damn it! Nee, hey! Ja, dit moet dan wel. Oeh, we zijn screwed. Ja, ik ben dood. Official, want ik overleef echt niet nog een beurt. En hij krijgt zijn leven er weer terug bij, hè. Wat een bitch is het ook. Wat? Carmen, kom terug. Bam. Bam. Better than that.
Oké. Dankjewel, Cartman. Kom op. Nou, wat is dit voor onmogelijk gevecht? Oh nee, kijk, nou heeft hij nog super weinig leven op. Nice. 5. Cartman. Come back, bitch. Yama, bitch. You need to come back. Ik ga sowieso dood nu, trouwens. Nou heeft hij weer zijn leven terug. Heb ik niet gezien. Hoe doet hij dat? Hoe krijgt hij zijn leven terug? Lightning boat. Hoe moet je deze verslaan, man? Die baby is fucking moeilijk, hé. In ieder geval, dat bewaak ik voor de volgende keer wel eventjes, hé, yo. Aangezien het me niet echt een heel strak plan lijkt om nou een half uur aflevering te maken omdat ik hem niet kan slaan. Ga ik even kijken of hier een heel handig techniekje is.